De Chinese vereniging Xiongfa Fuikong heeft gisteren twee leeuwendansattributen in gebruik genomen. De leeuwendans, een culturele optreden binnen de Chinese gemeenschap, wordt op hoogtijdagen uitgevoerd. De opvoering van de leeuwendans vindt meestal plaats tijdens het Chinees nieuwjaar, maar ook bij de opening van bedrijven en bij bruiloften. Bij de ingebruikname van de attributen zijn de pupillen en andere onderdelen van de leeuwenkop ingekleurd. Hiermee wordt er symbolisch leven ingeblazen in de leeuwenattributen. Een vertegenwoordiger van de vereniging Xiongfa Fuikon vertelt dat de leeuwendans binnen de Chinese cultuur een hele oude traditie is. Waarbij we de leeuwendans gebruiken bij bepaalde Chinese ceremonieën, openingen van bedrijven, Chinees nieuwjaar. Bij ons is de symboliek dat het happiness, geluk en voorspoed brengt voor de organisatie of de personen. De leeuwendans wordt uitgevoerd door twee personen. Eén persoon die de leeuwenkop beweegt en de andere persoon die het achterlijf beweegt. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van luid tromgerommel en het slaan van de cymbalen. De culturele organisatie Xiongfa Fuikon heeft tegenwoordig niet alleen Chinese jongeren binnen de organisatie, maar ook interesseren zij andere bevolkingsgroepen binnen de Surinaamse maatschappij mee te doen in de Chinese cultuur. Het mooie van de leeuwendansgroep van Xiongfa Fuikon is dat niet alleen Chinezen deel uitmaken van de groep, maar dat ook niet-Chinezen, jongeren, deelnamen heel enthousiast. U ziet men driftig de cymbalen slaan en meedoen met zeg maar, de muziek. En de bedoeling is gewoon de integratie van de diverse bevolkingsgroepen in ons land. En dat is heel leuk om te zien. De Chinese ambassadeur in Suriname, Hang Ying, die ook aanwezig was bij deze gelegenheid, heeft meegeholpen bij het inkleuren van de leeuwenkop. Na de ingebruikname konden de aanwezigen genieten van een leeuwendans die door de jongerengroep van Xiongfa Fuikong is uitgevoerd.